Een van onze activiteiten wordt het professionaliseren van het wereldkampioenschap en het opzetten van een cyclus, een Grand Prix cyclus. Jakarta, Zurich, Praag, Parijs en Mexico hebben zich al aangemeld. En ik kijk naar de wethouder, Amsterdam zal niet mogen ontbreken in deze cyclus. We hebben hard gewerkt in Global Chess om vandaag klaar te zijn. En er is veel in geïnvesteerd. Schaken kost heel veel geld als je toernooien wil organiseren. Een van de investeerders in Global Chess is hier. I would like to thank him. He's hidden there, Mr. Alexei Orlov. He invested a lot of, and gave a lot of confidence to Global Chess in Amsterdam. Thank you very much. Ik moet ook nog iemand bedanken, of een paar mensen bedanken. De wethouder, mevrouw Euren, Jan en Yvette Nagel. En iedereen die meegewerkt heeft in Global Chess aan deze heugelijke dag. Veel plezier en een prettige middag. Thank you very much. Derde en laatste spreker, maar niet de minste, is onze wethouder van sport, Caroline Gerels. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, dames en heren, Amsterdam is trots dat u hier allemaal bent. Welkom in Amsterdam, op het Max Euweplein. Ik denk gewoon het centrum eigenlijk van het schaak van de wereld. Zo. Ya comenzado la simultánea. Niet aan bod met de speler die u wil. Jasser, wie start? Prettige wedstrijd allemaal. Veel plezier en tot straks. Todo pronto y se iniciarán las sesiones de simultánea. Degene die daar belangstelling voor hebben. Una de las campeonas holandesas de ajedrez. Ella y su hermana son mellizas. Son las hermanas Bensdorf. Laura y Marlies. Y aquí su otra hermana. I'm
Als de kinderen klaar zijn. Ja, lachen is dat. Hermosos cuadros. Arte ajedrecístico. Distintos aspectos de esta plaza, Dr. Max Euwe. En el corazón de Amsterdam, muy cerca de Leidseplein. Ja, nee, ik vind dat wel leuk. Hoe is dit knap knippen? Este es un lugar muy bonito de Amsterdam. Muy visitado por los turistas constantemente. Observen qué lindo ambiente. Y ustedes pueden ver también cómo es de cosmopolita Amsterdam, donde todo tipo de idiomas se pueden escuchar. Sí, Julia. Me gusta mucho, sí. Por suerte no llueve, porque estaba muy frío. Sí, sí, es cierto. Y miran las bicicletas famosas, como siempre, aquí en Holanda. El nombre del doctor Max Euwe se recuerda siempre con mucho cariño. No hay duda, ha sido el único campeón mundial en la historia del ajedrez holandés.